iets is raar, dus ask a guy. Facebook, Instagram, Sanne.nl. Mark en Ashwin, die weten het wel. En Bart. Oké, let's go. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Alles lekker? Ja, dus dat. Ja, nog een keer. Ha! Woe! Dit gaat wat worden, jongens. Hey. Ah! Oh! Everybody was kung fu fighting. Hoi. Hey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alles goed? Bam! Oh. We hebben nog steeds dezelfde kleren aan. Dat betekent dat je kijkt naar de derde aflevering van deze serie. Of we zijn allemaal dakloos. Beoordeel onze outfits en bepaal zelf wie er dan hier dakloos is. Laat het in de comments achter of je denkt dat Mark dakloos is. En duimpjes omhoog als je Ashwin best een sympathieke knul vindt. Dat ging verdomd goed. Oké, laten we gaan beginnen. Ja. Ja joh, ik bedoel, kom op. Kijk, ik zeg altijd maar, kom op met die roze doos. Dat weet ik. En ik wil niet meer dat je mijn zusje belt. Verhaaltje jongens. Ik heb al bijna 2,5 jaar een relatie en ik ben hiervoor nog nooit met een andere jongen geweest. Mijn interesse in andere mensen is er al een tijdje en wordt alleen maar erger de laatste tijd. Mijn vriend lijkt dit totaal niet te snappen en ik kan er moeilijk met hem over praten omdat hij gewoon geen prater is. Ja, dat praat lastig. Ik wil het niet met hem uitmaken, maar aan de andere kant ook weer wel. Kunnen jullie mij wat warm advies geven over deze nare kwestie? Ik dank jullie. Warm advies? Warm advies. Klinkt ook vies. Je weet eigenlijk nog niet helemaal zelf wat je wil. Je wil andere mensen... Nou, kijk. Wat een beetje een blinde vlek is in deze vraag, is of ze het er nou nog nooit met hem over heeft gehad. Ja, of ze het niet met hem er durft over te hebben, omdat hij geen prater is. Exact. Ga ervan uit dat ze het er nog niet met hem over heeft gehad. Oké, dan is dat de eerste stap. Praat erover. Ja. Als zij behoefte heeft om andere mensen te zien, dan zit er ook wat fout in de relatie. Dat is niet alleen dat hij geen prater is. Dat is voor ons. Of wil je nu een open relatie? Dat kan toch? Nou, jij bent niet van de open relatie, ik ben niet van de open relatie. Er zit hier misschien iemand anders op de bank die misschien denkt van, die deur is niet helemaal dicht. Staat op een kier. Dus die deur staat wel op een kier. Toch? Maar het begint al met dat zij zeg maar, nu al 2,5 jaar in een relatie zit, maar daarvoor nog nooit iets met iemand anders heeft gedaan. Dat is ook wel, je loopt geen autodealer binnen en je koopt de eerste auto die je ziet en je blijft er de rest van je leven in rijden. Tenzij die echt heel lekker rijdt. En deze rijdt volgens mij niet heel erg lekker. Anders was je wel blij geweest met de auto die je had. Ik raak verdwaald in deze metafoor. Ja, autosleutels. Nou kijk, waarschijnlijk is de reden, gok ik, dat je het niet wil uitmaken. In zo'n situatie hebben we volgens mij allemaal wel eens gezeten. De reden waarom je het niet wil uitmaken is omdat uitmaken gewoon kut is. Precies. Ja. En daar kijk je tegenop. Ja. En dat is de reden waarom je bij elkaar blijft. Ja. Maar dat is geen legitieme en eerlijke reden. Ik schop gewoon naar je. Een legitieme reden. Doe ik gewoon. Ja. Een legitieme reden om bij elkaar te blijven. Precies. En het doet even pijn. Ja. Maar daarna heb je alweer ruimte voor wat nieuws als je daar behoefte aan hebt. Pleister dat is heel gek, maar dat is niet de eerste keer dat ik die zin hoor deze week. Maar, maar dat komt omdat ik het met je uitgemaakt heb, Mark. Ja, dat is waar. Het is over. Dat was het. Maar heb het er eerst met hem over, want voor hetzelfde geld loopt hij met precies hetzelfde. En dan vind je elkaar op een soort van kosmisch gebied van... En dan kan jij lekker doen wat je wil, waar je helemaal fijn bij voelt, maar hem toch nog houden. En vice versa, als jullie dat allebei willen, heb je... Als Lego blokjes. You never know. Oh, hier, dit is de tweede. Dit is 2 volgens mij. Hoi Ashwin, ik heb 2 vragen en dit is N2. Ja, oké, cool. Dus ik ga dit erin doen en dan haal ik het eruit. Ja? Oké, volgende vraag. Ja, oké. Dankjewel. Super, super goed. Het gaat niemand door hebben, Malou, dat je dit zo knipt. Piep. Oké. Dit zijn 2 briefjes en ik heb het gevoel dat die bij elkaar horen. Oké. Hoi Mark, Ashwin. En Bart, ik heb 2 vragen voor jullie. Allereerst, mocht deze vraag nog niet gesteld zijn, waarom werd Mark buitengesloten van de etentjes met Ashwin en Bart uit Cash Special deel 1? We mogen hem niet. Ik ben blij dat er eindelijk mijn eigen vraag een keertje We mogen hem niet. Maar binnenkort met Coke en Bart zitten deze 2 gasten aan tafel. Yes. Dus wordt er alsnog voor Mark gekookt. God, wat lul je daar mooi uit. Nou, en 2, mijn vriend is een net zulke grote fan als Esker Guy als ik. Shout-out naar jou. Hij kan jullie humor automatisch goed waarderen, wij zelf ook. Echter heb ik onlangs ontdekt dat hij stiekem alle afleveringen al eerder kijkt, zodra ze uit zijn dan ik. Wat een koning. Dat is stom, want als we ze dan samen kijken is het minder leuk als hij al weet wat er komt. Daarom de vraag, wat moet ik hier nou mee? En daarbij het verzoek of jullie hem, hij heet Rick, even een pre kunnen bezorgen, zodat hij dit niet meer doet.
Bij voorbaat dank Marloes. Rick, brocode, ik ga niks, geen speech geven. Nee, je bent lekker bezig. Sorry. Fuck it. Je bent lekker bezig, Rick. Luister, als er iets in een relatie gebeurt, is dat je stukje bij beetje deeltjes van je mannelijkheid en je zelfstandigheid opgeeft. Ze is aan je mannelijkheid aan het knagen. Dit kunnen ze je niet van je afpakken. Dit is van jou, grap. Ze kan op de hoofd gaan staan, maar jij hebt een telefoon in je zak. Je gaat op de wc zitten. Vrijdag 12 uur. Kijken. En niet verrast reageren als je het dan op zaterdagochtend hebt. En als zij hier problemen heeft, zorg zij ervoor dat ze aan 12 uur bij jou is. Precies. Dat jullie het samen kunnen kijken. Marloes niet bij Rick. Precies. Om 12 uur. Precies. Wat is Marloes aan het doen? Wat doet Rick? Ze? Waar is Marloes? Aan de vragen? Ga dat gesprek eens voeren. En waarom heeft ze geen bier in de hand? Oh nee, wacht, nee, sorry. Nee. Ik heb trek aan bier. Ja. Maar goed, luister. Dit is van jou. Ja, ik vind het fijn. Ik vind het heel tof dat hij en heel eerlijk, ik heb ook wel eens dat ik shit eerder kijk, maar als ik dan naar mijn geliefde kijk en ik zie hoeveel zij ervan geniet, dan geniet ik nog een keer ervan. Dus. Deze kaart moet je spelen, Rick. Deze kaart moet je spelen. Bart heeft zich net omgekleed, hij heeft zijn slijmjurk aangetrokken. Ja. Marloes, wees blij dat je een man hebt die zich in hetzelfde mediaconsumptie-universum bevindt. En dat is een woord wat ik net heb verzonnen. Dan jij. Topje. Het is een beetje alsof je klaagt over een vlekje op je mooie Ferrari. Ja, waarom kom je altijd met autoreferenties? Ik weet het niet. Ik ben ook helemaal geen autopersoon. Nee, je bent gewoon een... Ja. Je wilde iets met manual doen. Optimus Prime. Oké, laat maar. Merken jullie op dat een vagina mooi is of niet? Dat hangt van de vagina af. Veel vagina's. Nou, nee, maar even eerlijk. Er zijn hier heel veel vrouwen zijn hier onzeker over. Maar het maakt in principe niks uit. Nee. Ja, jongens, kijk even wat we zelf tussen onze benen hebben hangen. Ja, man. Ja, dat hang je ook niet aan de muur, toch? Nee. Ja. Waarom moet het mooi zijn? Maar er wordt nu wel een soort van beeld geschetst, ik denk door porno en al van dat soort blaadjes. Heb ik geen ervaring mee. Ik ken wel een paar mensen die porno ooit een keer hebben allemaal gezien. Maar dat het allemaal perfect moet zijn en volgens mij, ik heb hier een keertje wat over gezien op tv, dat er zelfs nu doktoren zijn die... Ja, vaginale correcties. Ja. Schaamlijke correcties. Ja. Dat vind ik echt fucking bizar. Ja, oké. Okay. Ja. Maar weet je, het gaat niet om hoe het eruit ziet, het gaat erom hoe het voelt. Mooi of niet, is niet per se de klassificatie in deze. Akkoord. Aan de andere kant denk ik wel dat er mensen zijn die, inderdaad waar we het hadden, qua esthetiek, de ene meer kunnen waarderen dan de ander. Ja. Prima, sluit ik me bij aan. Ja. Wat? Dat is een manier om elektriciteit te meten. Aha. Hi jongens. Hallo. Een vraag van een jongen. Rick. Oh, is lekker grap. Ik heb sinds een jaar een vriendin. Ons seksleven is op zich prima, alleen wil ze heel graag dat ik haar bef. Grap. Hier hebben we het vaker over gehad. Ik weet niet of er hierna nog komt, maar niet doen. Ik kom je halen. Oké. Aangezien dit de eerste keer is voor mij. Oké, hier gaan we. Aangezien dit de eerste keer is voor mij, vroeg ik me af hoe ik hier aan begin. Stop ik gewoon mijn tong erin of moet ik iets opsmeren voor de smaak? Ik heb geen idee. Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen. Oké. Als een connoisseur. En met mede-connoisseurs. Ja, nou goed. Ik haal de woorden. Ja, maar jij bent wel de mayor of Beverly Hills. Ja, wij zijn meer de. Kijk. De schoonmakers. Slecht. Oh, dat is heel slecht. Dat bedoelde ik man. Niet zo. Kom op nou, bedoelde ik niet zo. Oké, ik zou sowieso niet gelijk met je tong gelijk... Nee. Dat erin. Is niet de bedoeling. Niet, ja, erin ook. Dat is niet de bedoeling. Nee. Ik zou eerst het omliggende gebied een beetje verkennen. Dat is sowieso leuk. Qua smaak, ja, kijk. Wij zijn fijnproevers. Je moet er niks op smeren. Whatever the fuck you do, niks erop smeren. Het tempo, niet meteen de vol opruiken. Nee, rustig beginnen. Ja. Je beseffen dat niet iedere auto exact hetzelfde rijdt. Waarom kom je steeds met auto's? Weer een auto. Daarom noem ik je Martin, zo heet mijn autoverkoper. Ik denk dat dat het is. Wat eigenlijk nog het allerbelangrijkste is, dat als je onzeker over bent, vraag aan haar om je te sturen. Ja, of, het is ook belangrijk. Duik er niet vol in en niet kijken naar wat daar gebeurt. Want daar gebeurt, zeg maar, dit zijn je verkeerslichten. Hier weet je wat er, als zij met haar Blackberry, als zij met haar iPhone... Welkom, het is 2006! Mark heeft een tijdmachine uitgevonden. Mocht je vallen op oudere vrouwen... Nee, als jij ziet stuurt dat ze... Zij een telefax ondertussen. Mag je naar boven kijken en je ziet dat ze de sms'jes aan het lezen is, dan doe je wat verkeerd. En als je het plekje vindt, focus. Ja. Focus. En dat plekje is boven in de boot. Ja. Is het.
Boven de boot, ja. En als je je kaakpijn gaat doen of je ding, dat maakt niet uit, gewoon doorbijten. Je hoort erbij. Doorbijten. Tanden op elkaar, blik oneindig, uren maken. Je bent begonnen en je moet naar de finish. Ja, good luck. En het is, laat even weten hoe het was. Het is sowieso al gruwelijk, man. Veel plezier. En berust je in het feit dat niemand echt een idee heeft wat hij aan het doen is. Behalve ik. Boom! We zijn er doorheen. We zijn er doorheen. Ja. Het is weer klaar. Voor vandaag dan in ieder geval. Blijf vragen insturen. Maar ook belangrijk, als je dit nou leuk vindt, abonneer je dan. Want super handig, dan krijg je gewoon notificaties en gedoe als er een nieuwe online is. En dan ben jij de eerste. En dan is je vriend niet eerder dan jou. Hoi Rick. Wat op Rick. Bedankt voor alle vragen weer. Blijf ze insturen. Abonneer je. Blijf sexy. Doe leuke dingen. En tot snel. Tot de volgende keer. Bye bye. Hoi. Lekker bezig, oké, jongens. Timing.